Now I'm finally right here with you. Attention all units, we have security detail requiring assistance in the Maze Bank Arena. Units, respond code 2. Ja, daar ben ik dan. What the fuck gebeurde daar? Ik zie ineens linksboven, normaal zie ik altijd een microfoontje staan, dat zag ik nu niet. Ik denk, hè? Wacht even. Wat heb ik allemaal gezegd in de tussentijd? Nou, wat, we gaan dadelijk wel naar binnen hier. In ieder geval, vandaag dus. Mijn naam is GT5 Elspieder van Moor. Dit is Wim, dat is een Volkswagen Passat, Passat, hoe je hem ook wilt noemen. In ieder geval dubbel S, dus ik zou zeggen Passat. Dat zei ik net ook al, maar dat hoorde jullie natuurlijk niet. Ja, dit is een auto van Team Verkeer. Zoals je ziet hebben we ook het gele vest aan. En achterop staat geloof ik Team Verkeer, yes. Want ze hadden eerst een Volvo V70. Die Volvo V70 wordt allemaal vervangen door een Audi A6. Maar tussen de tijd van het leveren van de Audi A6 en het gebruiken van de V70 hebben ze nog gezegd van laten we er nog wat extra voertuigen droppen. En dat is deze geworden, de Volkswagen Passat. Dus ze rijden er zeker een paar van rond in Nederland. En dat is ook niet zomaar een wagen. Die is geloof ik wel wat sneller. Misschien de R, misschien de R-Line. In ieder geval, die gebruiken we vandaag dus. Eerste melding van vandaag was een security guard die politieassistentie had gevraagd. En daar zijn we nu dus ter plaatse. Ik ga nu naar binnen, we gaan het verhaal even aanhoren. Had ik nog iets gezegd? Weet ik niet. Ja, sorry. Ik weet niet waarom mijn microfoon uitstond. Is goed, dat horen jullie mij nu wel. Gewoon goed. Of misschien niet goed, dat kan natuurlijk ook. Ja, wanneer komt er weer roleplay? Die vraag zie je ook heel vaak voorbij komen. Voorlopig niet. Ik ben eruit gegooid door de clan. Dus ja, dat is jammer. Maar helaas, niks aan te doen. Binnenkort zal ik op een andere server gaan opnemen. Genoeg servers waar ik welkom ben. Dus dat is altijd fijn. We gaan even met de security guard spreken. Hallo. Speak with subject. Hey, was by another member of the staff? Ja, zeg het maar. En wat heeft hij dan gedaan?
We zijn suspicious. Oké, dus iemand heeft hem gezien. Hij gedraagt zich heel verdacht. En toen ben ik erbij geroepen. En dat ben ik. In ieder geval... we hebben hem hier even gedetained, dus vast bij ons gehouden. En we hebben zelf wat onderzoek gedaan. En mijn gedachte gaat er maar uit dat hij iets gestolen heeft. D praat hij over. Ik zie maar één iemand staan. Nou, bedankt voor je hulp. Ik heb nog niks gedaan. Oké, goed. Goedendag meneer. Ik ben Wim van de politie. One word, starts with L. En rhymes with lawyer. Foyer. Hij zegt, ik zeg maar één woord. Ik zal even in Nederlands vertalen. Ik zeg maar één ding en het start met een A en het eindigt op advocaat. Dus hij wilde een advocaat. Hij zegt niet niks meer. Ja, dat maakt je natuurlijk wel schuldig. Of verdacht, laat ik het zo zeggen. Ik zou niet meteen schuldig zeggen, maar het is natuurlijk wel verdacht dat je het enige zegt, ik wil een advocaat en meer niet. Ik wil graag van jou een identiteitsbewijs zien, meneer. 2001, dat maakt hem 19 jaar oud. Want het is 27 februari 2001. Heeft niks op zijn naam staan. Ja. Wow, hold up! Op basis van de verdenkingen ga ik hem fouilleren. Dus ik weet niet of je dingen bij hebt die je niet bij mag hebben. Dat ga ik niet doen. Die mag je even omdraaien. Armen spreiden. En ik ga jou fouilleren. Hé? Huh? Oh ja, hij heeft dus een haarborstel met iemand anders, dus haren hè, met niet de kleur van hemzelf. Dus laat zeggen een haarborstel met blonde haren. Oké. Wat doet hij hier? I'm relaxing my soul. Oké. Waar kom je vandaan? From hell, nice. Waar ga je nu naartoe dan? Naar de winkel. Ik vind het heel moeilijk. Ik kan niet vragen hoe kom je daar aan. Ik heb hem gefouilleerd. Dus mijn keuze is ik dat ding ja. Ik kan niet vragen hoe kom je daar aan. Weet je, ik zou zeggen van dit heeft hij ergens hier gepakt, want dit is geloof ik een mediapark, ik zal het maar zo even noemen. Dus hier beneden zijn opnames van dingen en zo. Dus misschien heeft hij spullen gepakt van iemand anders. Ja, wat zouden jullie doen? Dat kan ik natuurlijk nu niet vragen. Want ik krijg daar toch geen antwoord op. Ik laat hem gaan. Ik neem dat ding. Ik kan niet bewijzen dat dat niet van hem is. Daar moeten we dan een heel onderzoek gaan. Ja, ik weet niet. Ik laat hem gaan. Dat ding, dat geef ik wel aan de security guard of zo. En, ik heb geen straf of feit op dit moment, lijkt mij. Dus vraag je het gebied te verlaten. Come on, neighbor, what the fuck? No. Mogen, chef. Oké. Goed. Ik ben de melding af. Attention all units, we are code 4. Ja, rare situatie. Waar we veel tijd aan hebben verspild. Nog even over het stukje niet meer of uit de klem te zijn gegooid. Meestal word je aan de klem gegooid omdat je iets ergs hebt gedaan of niet serieus bent geweest of dubbel klem of noem maar op. Ik ben gewoon een voorbeeldige burger en een klemlid geweest. Alleen ik was er niet meer zo vaak. En ineens werd ik verwijderd. Jammer. Niks aan te doen. Eigen schuld zullen ze dan waarschijnlijk zeggen. Altijd jammer, vind ik dan. Maar goed, ik ga daar verder geen woorden aan vuil maken. Ik heb daar zo mijn mening over. En die horen ze nog wel een keer van mij. Maar zeker geen ruzie of zo, hoor, met niemand. De bliepjes hoor ik alweer, dus er wordt zeker even gescand door het ALPR-systeem. Ja, geen registratie bij het voertuig voor, maar de Bobcat. Yes, dat is hem ook. Gaan we hem een stopteken geven. Hij weet niet zo goed waar hij naartoe wil. Knippelig gaat naar rechts, knippelig gaat naar links. Zijn wielen draaien alle kanten op.
Ding heeft trouwens ook de sirene die een Audi A6 ook heeft. Ik vind hem oprecht keurig geparkeerd. Ik ga hem hier even neerzetten. Oranje aanzetten, dan ga ik wel even op de stoep staan natuurlijk. Ik zie één persoon in het voertuig. Een jonge dame. Dag mevrouw. Oh, weer twee dingen door elkaar. Hi. Voor mij een rijbewijs, laten we daar even mee beginnen. Dank u wel mevrouw. Even kijken naar Jennifer. De reden van de staanhouding is het feit dat wij in ons systeem zagen staan dat het voertuig niet geregistreerd staat. Dat is natuurlijk wel een dingetje. En als ik nu uw rijbewijs zo nakijk, dan zie ik waarom ik zijn hoofd zo scheef in. Zie ik ook dat dit rijbewijs is ingevorderd Ros. De ons. Er staan wel een paar vragen over. Dat stond niet in de ALPR. Waarom is hij niet geregistreerd? Ik dacht dat dat automatisch ging. Moet ik daar iets voor doen? Nee, ja, eigenlijk wel. Oké, maar waarom rij je op een ingevorderd rijbewijs? Ja, dat zegt ik wilde gewoon even een rondje rijden. Dat is natuurlijk niet zo slim. Dan krijg je wel twee bekeuringen voor. En dat is driving on suspended license en no registration. En dan wordt een pittige. En ik denk in Nederland dat het voertuig dan gewoon in beslag wordt genomen. Niet geregistreerd voertuig. Dus daar gaan we vandaag ook voor. Je mag uitstappen. En ik weet niet waar hij naartoe ging. Het wordt al bijna ochtend, dus dat scheelt. Een soort van, hoeft hij niet in het donker naar huis. Maar hij moet zich even gaan... vervoer gaan regelen, want het voertuig wordt in beslag genomen. Pas op met uitstappen. Er rijdt een taxi langs, misschien wil hij je meenemen. Helen, is dat je? Ze is al aan het bellen, dat is fijn. Ondanks alles, we nog een fijne dag. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Officers report a domestic disturbance at 7611 Gomez Street, respond code 3. En even prio 1 naar een huiselijk incident, overlast, domestic disturbance is geloof ik een thuissituatie. En er zou mogelijk een gijzeling aan de hand zijn. Zetten we het ALPR systeem even uit, hebben we nu toch niks aan. Niet te veel opvallen met blauw en sirene, dus gaan we dadelijk op tijd uitzetten. Ze zien zijn er al wat eenheden te plaatsen. Een heleboel eenheden. Nou, dat gaat niet passen. Waarom gaan we naar voren? Waarom gaan we naar achter? Wow! Nou, we zijn er nog overheen. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Een bericht voor alle wagens? Ik wil de kofferbak open doen, maar dat ging niet. Het is een verkeerde knop. Ik hou wel weer aan het VP. Yes, dat is de goeie. We doen die maar even aan. Speak to the commanding officer. Dat is deze pieper daar, die zit al te zwaaien aan. Er staan meerdere collega's hier voor de afzetting, de DSI ook. Goedendag. Wat hebben we hier?
Domestic argument has gone very wrong. One of the residents has taken another person hostage and following. Dus eigenlijk een hoe zeg je dat? Een discussie en een ruzie in de huiselijke sfeer is misgegaan en dat is nu een gijzeling. Hoeveel gegijzelen hebben we? We weten dat er sowieso één iemand is, oké. Okay. Zijn er wapens bij getrokken? Misschien zijn er wapens. Zijn er camerabeelden? Oké. Okay. Hoeveel verdachten zijn er? Ja, oké. Okay. Dus waarschijnlijk gaan ze uit van één verdachte, één gegijzelde. Kunnen we in contact komen met ze? Je hebt meerdere opties. Je kunt via de telefoon. Ze kunnen het telefoonnummer op ja, proberen ons te bellen. Niemand neemt op. Dan gaan we eens de thuistelefoon bellen. Niemand neemt op. Of iemand neemt op, maar die zegt niks. Met wie spreek ik? Even kijken. Ja, wacht. Ik vertaal. Nou, ik moet even nadenken. Ja, hij wilde een fles wodka, dus die gaat geregeld worden. We gaan nu weer terug naar de... Ah, ja. Daar is een fles wodka. Die wilt hij graag hebben, dat is natuurlijk misschien niet de beste manier, omdat hij natuurlijk dan dronken wordt en nog gekker gaat doen. De vodka wordt nu geleverd, dat kan ik hem niet melden. Te wachten wat hij gaat doen. Dan wacht ik al lang duren. Dan gaat het regenen. Oké, okay, hij lijkt niet mee te werken en ondanks dat hij zijn fles wodka heeft. Kunnen we niet gewoon binnenvallen?
Ja, oké. Okay. We gaan binnenvallen. Dat je ziet kan dat. Maar... hoe kan ik dat doen? YOLO. Schiet je nu? Ik hoorde geen schot. Oh. Ja, maar hij zegt mij ook niks, deze kameraad hier. Oh, wacht, daar stond iets. Ik wil met hem praten. Ja, ja. We gaan naar binnen. See that? Moet ik als eerste gaan? Volgen ze mij? Ja, ze volgen mij. Okay, let's go boys. Invalletje. Doe elke dag invallen in Call of Duty. Warzone, dus dit is easy peasy. Wel badass met de squad zo achter mij aan. Even kijken, kunnen we nog iets zien? Boys, cover me. No way. Klop, klop, klop. Bam, politie. Politie. Rechts. Handen omhoog. Iedereen handen omhoog. Handen omhoog. Laat haar wapen vallen. De wapen op de bank neerleggen. Op je knieën zitten. Bij elke verdachte been wordt er geschoten. Ik weet niet wat ik... oh. Hey joh. Op je knieën. God, non-energie. Weinig ruimte hier. Ja, neem die fles wodka maar mee. Dat die hele bak weet ik zeg. Je hebt hem aangehouden. En jongens, hou die andere ogen in de gaten, want blijkbaar was hij de eerste die het vuurwapen trok. Zegt deze beste heer hier. Ja, boys. Als jullie allemaal gaan duwen hier, hebben ze weinig ruimte. Hoppakee, hoppakee. Eenmaal AT. Oké, goed. Ja, maar even creëren jongens. Deze beste heer, ja, ik doe hem toch de boeien. You're under arrest, you piece of crap. That's something new. Omdat we puur, hè, toch even, we kunnen niet altijd uitgaan tot zo'n verdachte de waarheid spreekt, maar dat mogen we ook wel niet zeggen dat het nooit zo is. De verdachte zei tegen mij, hij trok als eerste een vuurwapen, ik heb zijn vuurwapen afgepakt en nu hou ik hem onder schot. Ik wil even verder huis kleren, hier is vrij... boys, ja, aan de kant. Badkamer, eenmaal pop aanwezig, die was al bekend. Aan de kant. Boom. En kleren. Wapens bergen. Tweemaal AT'tjes. Hey, ik ga jullie bedanken voor het kijken, maar we gaan er nog niet mee stoppen voor deze auto en de ANPR, zeg maar, de camera. Maar we gaan wel deze video stoppen. Ik ga verder en we gaan nog een dienstje erachteraan plakken en die komt over een paar dagen online. Dus ik ga verder met de Passat en ik zie jullie over een paar dagen. Tot dan, doei!